Er ligt een voorlopig plan klaar voor een geluidmeetnet rondom de Leeuwarden vliegbasis. 25 omwonenden hebben de koppen bij elkaar gestoken en het plan opgesteld. Er komen maximaal 15 meetpunten op verschillende plekken rond de vliegbasis. Hoeveel precies en waar die meetpunten moeten komen hangt af van het type microfoon dat de groep uiteindelijk zal gebruiken, een goedkope of een duurdere variant. De groep wil volgend jaar met beide types gaan experimenteren. Hilde Tjeerdema wil opnieuw lijsttrekker worden voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen van aankomende november. Tot nu toe is Tjeerdema de enige kandidaat die zich gemeld heeft voor het lijsttrekkerschap van de partij. Tjeerdema was de afgelopen jaren ook al voorzitter van de vierkoppige raadsfractie van D66 en zit sinds 2009 in de raad. Haar kandidatuur moet binnenkort eerst nog bevestigd worden door de leden, daarna gaat de partij op zoek naar de overige kandidaten, zodat er komend voorjaar een lijst kan worden samengesteld. Afgelopen zomer in het Leo-programma Zomerpolitiek hinten ze op een langer verblijf in de Leeuwarden politiek. En doet Hilde Tjeerdema dan ook weer mee? Ja, ik stel mij verkiesbaar als lijsttrekker. Ook als fractievoorzitter, of als lijsttrekker? Ja, als lijsttrekker, hè. Dus ja, dat klopt. En stel nou dat je dan wel in het college komt, praat ik dan met een toekomstige wethouder? Nou, ik schetste net al even dat ik vind dat wij bestuurlijke verantwoordelijkheid op ons moeten nemen. En of ik dat ben of een ander, dat wil ik ook met de leden nog bespreken. Over precies een jaar is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. Maar eerst is het de beurt aan het Deense Aarhus met hun festivals en muziekvoorstellingen. Wij van Omroep Leo vroegen ons af, kan Leeuwarden hier aan tippen? Ik denk dat ze veel beter zijn dan Aarhus. Ik ben zelf een paar keer in Aarhus geweest, een heel mooie stad. Volgens mij half zo groot als Leeuwarden. En hier leeft veel meer. Hier, ja, Leeuwarden is a place to be. Ja, zeker wel. Jawel. We kunnen een stedentocht organiseren, dan kunnen we dat ook. We hebben dat potentieel. Dat doen we. Is de Leeuwman. Die een, kan niet beter. Ja, toch. Dat wordt een heel groot feest. Dus dat kan er zeker aan tippen. Ja. Leeuwarden, Friese, dat moet kunnen. Volgend jaar Europese culturele hoofdstad. Niks gaat boven dat. Ik heb geen flauw idee en er ook niks van gehoord, maar het zal wel goed komen. SC Cambuur is goed begonnen aan de belangrijke bekerweek waarin 3 belangrijke wedstrijden gespeeld moeten worden. Afgelopen zaterdag werd er alvast uit met 0-2 gewonnen van Jong PSV. Trainer Sipke Hulshoff kijkt dan ook met vertrouwen uit naar het bekertreffen met FC Utrecht. Hij hoopt op een stunt. Zeker, we hebben ook met de jongens van de week gezeten in 8 dagen 3 wedstrijden, waarvan 2 competitiewedstrijden ontzettend belangrijk voor de stand van de ranglijst. Want ja, onze doelstelling top 5, dat willen we natuurlijk nog steeds. En tussendoor met Utrecht, dat is iets wat jij net al aangeeft. Wij kunnen geschiedenis schrijven donderdagavond, al wel woensdagavond hebben we Utrecht. En ja, dat is natuurlijk wel een, als we dat zouden kunnen bewerkstelligen, dat zou natuurlijk geweldig zijn voor ons als team, voor de club en voor de stad Leeuwarden. Dus wij proberen woensdag er alles aan te doen om een iets neer te zetten wat er nooit gebeurd is bij Cambuur. En ja, we hopen natuurlijk ook massaal op de steun van het publiek. Er zijn al meer dan 600 supporters die meegaan. En die alle steun die we kunnen gebruiken aankomende woensdag, die hebben we hard nodig. En ik hoop op eenzelfde stunt als tegen Ajax. Cambuur moet het dan wel stellen zonder Gino Bos. Bos en de club hebben namelijk besloten om per direct uit elkaar te gaan. Bos kwam weinig aan spelen toe bij de Leeuwarders, daarom is in goed overleg besloten zijn contract te ontbinden.